Ons proces is helemaal circulair. We maken gebruik van voedselresten van bedrijven hier in de buurt. En dan maken we recepten van die de larve weer lekker vindt. Bijvoorbeeld bij het maken van frietjes komen heel veel resten vrij. Die kunnen wij dan weer goed gebruiken. In de wereld wordt heel veel eten weggegooid. Ongeveer 1/3 bereikt niet ons bord. Dus we kunnen de larve al die resten laten eten en zo weer in de voedselketen terecht laten komen. Bij Protix creëren we de ideale omstandigheden, de juiste luchtvochtigheid, de juiste temperatuur, zodat de vlieg zich optimaal kan voortplanten en de eitjes daarna grootgebracht kunnen worden tot volgroeide larf. Het is een heel efficiënt proces, omdat de larf een heel efficiënt beestje is en de vlieg maar weinig water nodig heeft. Dit alles gebeurt met heel weinig vierkante meters, doordat we vertical farming toepassen. Wanneer de larven volgroeid zijn, worden ze gezeefd. Alle resten die overblijven, die kunnen we dan toepassen als natuurlijke meststof. We noemen dit flightalizer. De larven worden gewassen in koud water, vermalen, gepasteuriseerd en daarna verwerkt tot eiwitmeel, vet en puree. We produceren unieke, hygiënische en duurzame ingrediënten die worden toegepast in premium voeding voor bijna elk soort dier. Protix is de eerste en de enige die op grote schaal betrouwbaar en kwalitatief produceert. We werken al jarenlang samen met onze klanten en partners aan een zo laag mogelijke voetafdruk. Mooi toch, hoe zo'n klein insect zo'n groot verschil kan maken. En dit is pas het begin.